Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland liggen. Verder was het op veel plaatsen vanochtend mistig, maar die mist die trekt in de loop van de ochtend rap op. Wat er dan overblijft, is een mengeling van enkele wolken en flinke zonnige perioden. De temperaturen lagen vannacht vooral naar het zuiden van het land onder het vriespunt, maar vanochtend lopen ze al rap op en vanmiddag wordt het dan zo 10 à 11 graden. De wind waait uit het westen tot noordwesten en die is windkracht 2 à 3, daar hebben we niet al te veel last van dus. Vanavond zijn er brede opklaringen, daalt de temperatuur weer naar een graad of 6 en in de loop van de nacht kan het lokaal opnieuw vriezen. De kans op mist is kleiner, maar plaatselijk kan toch nog een mistbank ontstaan. Morgen overdag hebben we dan flinke zonnige perioden en een paar hoge wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt 10 graden op de Wadden, 13 graden in Zeeland. De wind draait naar het zuidwesten tot zuiden. Vrijdag hebben we een zuidelijke wind, dan wordt een zachtere lucht aangevoerd, maar er komen ook wat meer wolkenvelden. Het wordt 12 tot 14 graden. Zaterdag een graad of 12 en zondag ook 10 tot 13 graden. Maar mogelijk wordt het zondag aanmerkelijk warmer. Die kans is aanwezig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.